Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario 3D Land. In deze aflevering gaan wij de boehuis doen met een cosmic achter me aan. Daar heb ik nul zin in, maar dat geeft niet. Daar heb je een boe. Oké, de cosmic is achter me aan het rennen. Kut, ja. Oké. Oh, daar zouden we dan naartoe gaan. Oké, ja, ik ben altijd zo van gepikeerd van... Oh, straks mis ik iets. Oh. Zo. We gaan dan maar gewoon lekker snelheid erin brengen. Oh. Dan weten we dat ook weer. Ja, je moet soms dingen gewoon een beetje zien te ontdekken. Zo. Oké, dit gaat goed. Ja, ik dacht al, kan ik die cosmic niet killen? Maar die kan ik gelukkig killen. Ah, oh, er komt een nieuwe cosmic, dat is jammer. Ja, zeg dan waar ik naartoe moet. Ja, dit is toch niet eerlijk? Dit is echt een kut level. Ook omdat ik helemaal weer opnieuw moet. Oké. Oh, nice. Ook dat nog. Oké, we kunnen gewoon die kant op. Oké, de cosmic is gone of niet? Is de cosmic gone? Nee, de cosmic is niet gone. Nice. Oké. We zijn van dit level af. Zo moeilijk was hij uiteindelijk niet, alleen het is gewoon geen leuk level. Ik haat sowieso de cosmic levels, maar zeker als je niet kan zien waar je kan lopen. Dat is echt, echt heel irritant. Oké. Ik zie nu van die bullet bills. Dat kan spannend worden. Is dit op tijd? Nee, is niet op tijd. Oeh, dit vind ik interessant. Dankjewel, Siri. Oh, nice. Ja, daar kan ik heel geïrriteerd van raken. Maar we blijven rustig. Kalm en stil.
ben nou alweer tantoe geïrriteerd. Leuk. Kijk, wel de eerste coin gevonden. Kijk, dit is lekker. Oh, what the fuck? Nou, die willen we best wel als backup. Ook omdat ik die blijkbaar nodig heb. Kut. Oh, het leven. Ook dat nog. Moet alleen terug met een boomerang voor de unicorn. Voor die één coin moeten wij terug. Dat ging bijna fout. Nice, leuk. Ja, nu krijg ik alleen. Ja, dat dacht ik al. Nu kan ik best gewoon doodgaan. Dit was een slecht idee. Ik ga het niet eens meer halen nu. Oh, val me nog mee. Nee.
Dat was een hele harde faal. De concentratie was real en toch... Hey, wojo, dat wist ik niet. Of deze kant dan misschien? Ja, nice. Ik ben blij, want ik heb het gehaald. Yay! Oké, we hebben die laatste coin gefixt, denk ik. Dan gaan we weer door. Oeh. Wacht, ik denk dat ik die bewaar. Deze bewaar ik. Oeh, we hebben weer een tijdlevel. Oeh, dat is ook nou... Ah, dat is om me uit te leggen dat als ik... bitches kill, dat ik dan extra levens krijg. Oh. Ik sprong ernaast. Nice. Heel ziek. Zo. Good. Ah, hier zit de coin boven. Dat wist ik niet. Ik haat mezelf. Zo moeilijk level is het volgens mij helemaal niet. Kut. Ja, ik dacht het al. Ah, oh, ik moet het opnieuw doen. Maar we hebben in ieder geval alle coins. Nu kunnen we gewoon door dit level speedrunnen.
Nou, echt. Ik word zo fucking moe van deze game. Moe van deze game. Van deze game. Van deze game. Moe van deze game. Van deze game. Van deze game. Van deze game. Tididididididi. Kut, dit was niet nodig. Serieus? Wat een kutzooi. Wat zal ik doen? Ik ga wel weer even veertjes halen. Het was gewoon zonde dat ik mijn veertje net kwijtraakte. Dat was zo onnodig. Of eigenlijk zijn het blaadjes, maar ik moet even veertjes. Ja, dat is niet erg. Dat gebeurt vaker. Zo. Zo, is dit een nieuw record? Is dit een nieuw record? Woehoe! Ja, het is een nieuw record. Nice. Nice. Dit was pas een speedrun. Ik ben benieuwd in hoeveel seconden we dit level hebben gehaald. Oeh, 61 seconden nog? Oké. Meteen dit level maar even doen. We hebben nu toch van die veertjes. Kijk maar, we hebben wel zo'n coin. Hey, this is nice. Houden we hem wel lekker zo hoor. Zo, oké.
Dat was de tweede coin, daar hoopten we ook voor. Oh, dit is een beetje sad. Nee, nee, nee. Ik dacht, ik speedrun door dat level heen, maar nee. De besturing soms, jongen. Holy shit. Is het veilig om te doen? Ik ga het toch proberen. Het was een goede keus. Nice. En de volgende aflevering gaan we de laatste level van Special 4 doen. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En ik zie je heel graag bij de volgende aflevering weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.